er zijn. Welkom bij een nieuwe race. Bedankt. Of in ieder geval bedankt voor de likes voor de vorige race. En felicitaties in de reacties. Zoals u weet ben ik misschien al, ben ik al jaren geweest. Ik ben inmiddels 33. En we gaan verder met de nieuwe race. Samen met Bart, ofwel Power Reboot, Rinkelstaaf en Springkills. Ofwel, op Discord heet hij Agent Honda. Springkills. Jongen, waarom alleen de Springskill? Ja, echt ook. Hé, daar ben jij toch zo getrouwd mee, Bart? Ja, ik ben er getrouwd mee, maar als je naar de custom had gedaan, dan was het nog fijn. Ik kon niet kiezen op custom. En dit is de laatste aflevering van de race serie. Dus. Volg als achteruit, toch jongen? Maar wat de fuck is dit? Een C-race. Hey, hey, hey! Ik word in mijn kontje geduwd. Lekker toch? Daar hou je toch wel van, Mark? Nee, daar hiel jij van, niet ik. Nee, ik liever iets niemand anders zoeken. Voor de meisjes. Ja, dat ketsen is zo lekker. Dat is face-to-face, ja. Ja, mijn vorige vriendin heeft het begeven. Uitgemaakt. Die heeft het 1 april uitgemaakt. Oh shit. Door de ontwijking van jullie moest ik voor jullie in het water. Ja, je moest mij ontwijken. En mij. Alle auto's zwemmen in het water. Vallalala. Ja, dat is wel een liefde. Alle vrachtwagens zijn superleuk. Oh! Holy shit. Dat ik dat niet in beeld heb. Kerel! We hebben aan elkaar gezien. Uh-oh. Je bent nu ook nat. Ah, help. Ik zie net een schuim. Ik ben niet En mijn ook niet. Ik heb gerem. Niemand. Ik zei... Nee, je tikte me aan, gewoon niet aan. Ja, dat dus. De rem bij een aantik is gewoon heel groot. Nou ja, je remt hem al toch een beetje aantik. Of trouwens, ik kan ook nog wel respannen in principe, want de muziek gaat dan toch nog uit. Hey Bart. Ja, ik werd plant gedrukt in de kutte. Maar dat was niet door mij, want ik werd nu niet in de baas. Die handen heb ik gewoon gekregen. Ja. Ik heb bezig met Fanto. Ja, heerlijk ouwe. Hoppa. Wat heeft die man los nu achter mij rijden? Ik zie de boosters gewoon liggen. Ja, een spiegelbeeld hè. Ja, water. Eindelijk ben ik zo'n vrachtwagen. Oh, ik ben nu wat anders een soort vrachtwagen. Jongen, ik moet heel even respannen voor de muziek. Hoppakee.
En die vorige aflevering en vorige race dingen heb ik daar nooit last van. Heb ik geen last van. Hoppa. Ah, ouwe zon tegen me aan te rijden. Op. Ik zag jullie wel tegen elkaar aanrijden met dit. Zo! Vrachtwagen nee. Nou even reboot een keer, Per. Ja man, je moet even wachten als je op dat platform staat. Op dat platform. Je moet gewoon even wachten. Dat een andere persoon die als je ziet, iemand bij de buurt er overheen is. Dat is gewoon veel handiger. Net ook zo ben ik net door de boer. Even gaan we respannen, want voor de radio. Vanwege de auto-rechtenclaim. De rustje wordt leuk. Ik word dit echt zo moe van. Ik ben. Papa. Ik ben in de lucht. Ik ben er wel aan terecht gekomen door een Rambuggy. Ja, dat was. Jongens, te onstop hoor. Ik ga lekker iemand anders spelen ofzo. Heb ik nou ook last van? Nou, kom op, vrachtwagen. Makkelijk. Je hebt makkelijk de TK gekocht. Makkelijk. Je hebt niet voor niets een V. Oh nee. V12. Ik dacht dat die vrachtwagens ook tegen water konden. Ik heb een heel raar auto. Je hebt een freecrawler. Ik hoor. Ja. Zo. Moet toch op hebben dat die andere grote eerste testifiek in DNF of nu weer even langs staan. Wie vloog daar net? Dat was ik. Ik wou eigenlijk net vragen of dat. Ik heb diegene in de freecrawler eventjes opzij gebeukt. Hij deed backflip met zijn. Ja, wat is dit nou weer echt? Dat vind ik zo stom. En dan krijg je dat je afgeeft, hoor. Hoi. Jou doe ik niet aanvallen, reboot, want je bent de laatste. Mij uit wil ook niet, want ik heb jou zo weer aangevallen. Alleen die andere ding. Ja. Nee, ik ga hier niet. Nee, ik ga wel. Ik had het over Mark. Ik zag wel wat Mark kwam. Jongens, we hebben zo'n Ik had wat waterproblemen. Ik heb een. Dit ding is echt scheid. Die bus waar wij nu in zitten. Klopt. Eén en al heel veel schijnt. Volgens mij pakken de volgende rond. Ik moet even inspannen vanwege de muziek, want zo irritant hè. Pas op. Pas op! Binnenbocht. Ik word door een busje aan de kant en door een campertje aan de kanten gebeukt. De pas op! What the fuck is dit dan weer? Ik span achter zijn kop. Dus ik doe automatisch S, maar ik rijd dan achteruit. Oh. Trouwens, de ramp op deze bus, hè, die werkt voor geen meter. Nou, maar iemand wil. Yo, skip Mark. Jongen, kom op, Batmobile. Kom met de power uit. Power. Hi. Hi. Okay, hebben jullie ook een coronabaardje? Nee. Is nog meer een coronabaardje. Ja, ik scheer me nog wel redelijk om de dag kom op, of zo een nou keer. Ik kan een kantstop worden. Nee, we hebben zo'n. Ik
ga je niet buiten. Nee, ik heb wel die andere koninkrouw die voor me staat. Oh! Oh, sorry. Opgebouwd. Ja, ik rijd gewoon. Oh, jullie zijn de Chernobyls. Ik ga deze kant gaan. Wij zijn Nee. Chips. Ik val van de baan af. Ik kan weer een hele baan chips opnieuw doen. Kijk uit. Vliegen! Gast, je moet echt leren gewoon eerst als je ziet dat mensen aan de andere kant rijden, eerst die voorrang geven of zo. Nee. Ja, want oké, jij kan dus in real life nooit je rijbewijs halen. Ik rij ook wel controle, hè, dus ik zou niks zeggen. Maar een tracker is iets anders dan een... Maar weet je, het is wel groter dan een app. Ja, en de tractor moet je ook aan de regels houden. Ja. Als je heel veel wacht, dan ben ik... In plaats dat je recht op mijn kamers rijdt. Ik ben nou een Batmobiel. Ja, sorry dat ik je rem. Nee, maar dat was niet juist. Dat was van die andere auto. Als ik nou in zo was om me weg te beuken, toen ik in letterlijk één keer ging. Oh, dat was niet zo handig om even in de bocht een boost te gebruiken. Denk je? Ik moet zeggen, ze hadden deze baan op zich wel wat. Huh? Ja, wat is dit? Oh! Ja, dat was door de boost! Ja, dat was niet door de boost van de auto zelf hoor, maar door de boost van de... die daaronder lag. Hallo! Nee, wacht even, Oké, dat was niet zo handig om een boost te gebruiken. Hoi! Dat water is echt ziek hinderlijk hier. Ja, dat dus. Die verkeersbord is ook hinderlijk. Die pauper. Schijn. Hondenman. Ik wil gewoon je span met het ding. Ja, maar weet je. Oh nee, nu kan ik niet de eerste. Nee, jee, ik sta eerst. De vierde naar eerste. Ja, jij had mazzel dat die andere... Rijden was erbij. Jou nee, maar ik bedoel die tank die nu respawned is, die heeft motors gereden. Ja, maar... Bijna. Ja, maar ik kan sowieso niet meer eerste worden. Ja, het ligt aan behalve als ze nu beide gewoon in het water en bommen en ze zouden respawnen, dan zou het misschien nog eerste worden. Ja, maar ik moet nou iets vaker respannen vanwege de muziek. Kooiman, als je boven bent, even wachten, oké? Okay? Dus ik moet heel hard eventjes naar boven komen. Mark. Ik moet toch even respannen. Wat? Je moet even etteren. Kijk, wat auto je hebt. De proto. Jee, sta ik weer eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste, negende, tiende, elfde, dertiende, veertiende, vijftiende, zestiende, zeventiende, achttiende, twintigste, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 32. Ja. Nee, maar bijvoorbeeld sommige auto's in de top. Voor mij wordt het een DNF. Ja, daar zit een breek. Zeg maar dat ik het nog kan halen en ik kan het niet meer halen. Nee, ik denk er gewoon meer dan 10 seconden nodig. Frank, ik ben derde. Wacht even. Hoi! Aiet! Hey, het is wel mijn kanaal, hè? Ik moet wel eerste worden. Ja,
Nee hoor. Nee, dat hoef ik helemaal niet. Nee, je mag heel mooi 4e, 5e, 6e, 7e, 8e. Ja, ik leg eerst de 2e, de 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 17e, 18e, 19e. Druk even op enter. Jezus! Het typisch is met 10. Is gewoon helemaal banken en dan druk. Bam, allemaal goed benieuwd. Ik ga wel lekker met 171 punten. Hoeveel punten hebben jullie? Weet ik niet. Nou, want ik kan het niet zien. Oh, Osiris, Saturno, D20, jouw moet je dus gaan. Nou, wat dacht je van de... Custom vehicles staan aan, dus dat is mooi. Ik heb alleen een custom auto voor deze idee, helaas. Jawel, je had het op de custom auto. Nee, die heb ik niet. Hou. Anderhalve meter! Want Mark al een keer verteld dat ik een piloot ingemaakt had. Oh, hij had een custom techner. En ik had twee andere gozer die custom techners hadden. Heb ik oh, met ik heb niet echt op gelet op de tekst. Ik heb gekozen voor een Krieger. Ik denk het voor de... Oké. Okay. Ja, nu moet je sowieso de 7e plaats. Oh. Kijk. Zie. Ik moest gewoon. Yo. Dankjewel, hè. Ja, maar dit was oneerlijk, want ik... Jongen, waarom... Hebben jullie hier ook een of andere duikboot staan of die spuit? Weet ik niet. Waar duikboot? Laat maar, dat komt. Au. Oh. Ja, je moet die break wel pakken. Ja, je moet niet denken dat je slimmer door de break niet te pakken. Hé, hey, doe niet zo Je moet nooit de break pakken. Hé. Hey. En toch hier wel. Oh. Ja, je gaat er een soort van scheef. Ja. Hé, hey, ik ben in de buis. In de buis, ben ik. Jongen, ik ga Holy er alleen maar... shit! What the fuck? Dat was een creepy as shit. Wow, ik zag die walruit te laat. Oh. Ik moet zeggen, dit is wel een aparte race. Hoppakee. Het wordt echt heel spastisch. Ik heb steeds beter een race. Dat is een aparte walruit. Oh joh. Ja. Hoeveel hè? Oh ja, het is 2. Hallo. Je moet even geen die eerste even een muurtje laten vinden. Ik voel hem wel even aan zijn muurtje. Oh. Ik laat wel even een coole trick Jezus. Zien. Jezus! Die springkerel die wipt hem hier als een gek. Ja, hij heeft de muur gepakt. Yes. En hij helpt me ook niet eens nog. Ja, dat klopt. Zie, net als ik een lantaarn pak. Zo, ik zag hem gewoon hoek op een bijs. Gewoon gek. Waarom heb je trouwens geen custom D20? Dat is het meest. Standaard auto hier. Ik ga een boom kussen. Eventjes lief zijn voor de natuur. Ik tegen een boom aan of zo. Ik ga niet tegen een boom aan. Ik ook niet. Zeg maar een muur of zo. Nee, een aanval. Ja, laat maar. Als jullie nou eens een keer allemaal falen, dat ik ook eens een keer in de buurt kan komen. Of je moet gewoon een beetje je best doen. Ja, of je had gewoon geen kieken moeten. Ik
Oh. Ik pakte de boost, alleen ging de gebouw walrijden in plaats van walrijden omhoog. Wie faalde daar? Nou, ik weet niet. Niet op mijn lab. Oh, buisje. Pin skill. Oh ja, ze hebben er van lekker bij, joh. Wat was er? Jij was er. Jij tikte het bij mij dat je uit die buis gevlogen was. En nu sta je in één keer op de grond. Ik sta gewoon best wel. Dan zijn we toch weer lekker professioneel. Ik zei het je, professioneel. Hey, weet je wat ik met echt een mooi date van de open finish? Niks gebroken? Nee hoor. Ik hoop hij alleen. Hij was nog weer laatste. Hij ging van eerst naar laatste. Ho! 1 seconde na was had ik een DNF. Wauw. Personeel. Hier, snelste ronde, 2 minuten. 2 minuten en dan nog 34 milliseconden. Mijn er was 2 minuten en 4 seconden. Hup, reboot weer. Jongens, dit is nog steeds een glitch. GTA, los die glitch op! Jongen, ik sta gewoon zoveel plekken tegelijk. En de rest allemaal 72 punten. Alleen de eerste plaats hoog. Ja, 138. Zijn laatste face-to-face. Dat is nog face-to-face. Ja. Yeah. Dit is zo. Ah, ja, heerlijk. We gaan... Ik kies de Xeon Classic. Tornado. Gewoon de standaard variant. Ik heb een standaard. Kijk naar mijne dan. Ik heb de standaard Xeon Classic. Ik heb hier ook gewoon een ziek vet af. Een American Muscle Car. Hou spaat hier gelukkig en je moet gas geven. Dat is het volgende. Ja, dat doe jij zelf, hè? Nee, jij stuurt volgens mij. Ja, ik wil dat niet van de baan. Tunneltje. Ik ook. Ik werd wel die boost. Lekker, Rimo! Ja! Ik wil niet zeggen, lekker, Rimo, als je er zelf ook in gaat. Misschien wou die dat kosten. Ja. Wow, we gaan de toekomst in deze buik. Oh my god, rainbow. It's rainbow time! Big unicorns that are rainbow. Space Eternal! Hey, ik zoek er lekker toe. Ik ben wel een Batmobiel. Ja, tegen je lente heet dus. Maar ik vloog er ziek ernaast. Ik ook. Maar wat ga jij? Ja, maar we gaan niet cheaten. Ik zie het. Nee, Spinkel wel.
Uh-oh. Deur maar weg. Hi, reboot. Doe hetzelfde. Doei. Zo. Ik heb mezelf gesaved, ik loop ernaast, maar ik weet het niet, jammer. Ja, maar weet je, het is gewoon, ik rijd te veel met deze battle skills. Ik rijd serieus bijna... Holy shit, ik ga er weer naar huis! Ik wil wel zien, wat voor auto word ik nu. En Ram. Ja, Ram, die eerste Batmobile die je ziet. Doei, Mark. Ik zei niet mijn, hè? Die kills mag je met je Rambuggy. Nee, die Nee, die andere. Reboot! Drie keer achter elkaar. Ik moet gewoon drie keer achter elkaar remmen. Ja, maar mij moet je niet remmen. Die andere guy. Nou toch, heb ik wel. Ofwel agent Honda. We moeten agentjes pakken. Surprise! Surprise! Ik heb hem voor je gebrand. Ja, maar ik kom nog gewoon op de baan, hoor. Ik ben op de slot. Wat doe ik om weer vol te staan. Ik leg even op de kop. Ik moet echt nog wel die business kopen waar de volgende in kan staan. Dat is de verkoop business. Ja. Verkoopcar. Ja, dan kun je ook die, hoe heet dat? De Rambug. Ja, ook. En Nightride. Nightride, dat was die kid, dat was die auto met die... De Runo 2000. Ja, bedoelt een kit. Ja, K-I-T-T. Want Nightrider, dat is namelijk de naam van die tv-show. En de auto is namelijk een kind. Daar ik met dit tegen. Ja, en de andere was Carl. Hi. Hi. Oh. Leef je nog? Wie, ik? Nee. Nee! De enkel. Nee! Ik zie op winkelstaf. Jongens, Rambuggy attack! En ik ben generaal reboot. Hey vrachtwagen, dit is vrachtwagen. Hallo. Dat is vrachtwagen. Hallo. In deze buis hier. Zo! Hey, hoe is het? Van de persoon. Maar, hoe is het? Hoi. Hoi, doei. We gaan nu weer verder met de Ja, deze moet je echt anders halen. Welke? Die met die vrachtwagen moet je even anders halen. Ik weet hoe je hem dat moet halen. Oh, yeah! Kijk, mijn auto! Ik heb de Voltec. Ik heb de Rambuggy, maar nu de Voltec. Jongen, ik leg gewoon meer dan 2 minuten Mark en Spinning.
Ik zit gewoon meer dan 2 minuten op de vloer. Oh. Wat was dat? Wat? Ik hoorde je nog een dingje laten. Dat deed ik met mijn mond. Oh. Ik ben gecrashed. Ik ben gecrashed. Ajax en ik ben heel goed. Mijn kenteken is veel mooier dan Ajax. Mijn kenteken is hard van. Yes, ik heb hem weer opgebeten. Yes, muziek opnieuw. Let's go. Volgens mij is diegene ook gecrashed net. Overkant bent, met je vrachtwagen de tunnel in rijden. Chips! Nee, hij kan daar niet in. Hij kan wel in de tunnel. Ja, lekker best wel juist. Maar nee, hij kan daar niet doorheen komen. Hij kan ben je al op de finish? Ja, daarom zeg ik het. Ik denk, geef je even een tip. Ja, ga lekker tegen dat treintje aan. Wat een stroom. Wat een baan in maar je bent dus echt niet nu. Oh, je wordt er wel over. Nee, want jij bent tweede met finish en dan stopt de tijd. Nee, ik bedoel met een andere tijd. Hey jongens, ik stop hoor. Overkant. Andere kant. Oké, trouwens, je bent er bijna. Dus checkpoint halen, terugrijden naar de andere. Nee, cheers. Nee, dan cheat je hem niet, anders kun je het niet halen met die. Stop! Nee, handen. Nou, we mag wel even die. Moet je even driften met je achterkant. Nou, goed zo. Kijk, en dan nu er voorbij gaan. Maar zoals ik zei, dus eerst rechts, terugrijden naar links. Dat zal je net. Ik moet weer even respannen. Godverdomme. Die radio ook. Zou omblijven door dit dus. Heb je de checkpoint? Nee. Dat je op dit wordt. Ja, dat bedoel ik hier. Kijk, ga je nu terugrijden. Lichtrijden. Met de verhinding en eigenlijk al ik nog doen. Jump! Hoe? Parasiet! Ik ken deze auto man. Ik heb halleluja, hallalalo. Ik heb ook zin lang in de kring gereden, want ik denk dat mijn custom is. Ja, maar ik heb hem ook nu letterlijk zo'n skier gemaakt. Ja, ik heb hem ook zo'n Snipe Rider. Zwart. Oh nee, niet de pauper. De achterlijke grote pauper. Hey, doei. Hoe gaan we voor door finish met parachute? Jump, gewoon jumpen. Dat deed ik ook, gewoon de volgende. Zie. Oh. Met parachute. Toch wel even. Ja. Ik ga een beetje de verkeerde kant op. Jongens, dit wordt weer eens een vervelende einde van mij. Weer zo'n nep scheet. Ja. Die klonk echt niet. Die was echt. Nee, ik maak ze echt zelfs allemaal. Ik ben zo schuldig. Ja, ik maak echt zo'n hey jongens, geen vieze geluiden maken. Geen vieze geluiden maken. Geen geluiden maken. Dat is geen laten met z'n. Ik kan het. Maar ik kan het ook met mijn mond. Jongens, dit is valsspelerij. We hebben een hacker in ons midden. Waarom? De hele ranglijst klopt niet meer. Jongens, hij is geen echte hacker, maar dat is gewoon een geintje. Hoeveel races nog? Nog 20 races. Wat oud is het alles?
Het is nog 20 races, toch? We zijn bij de laatste race, jongens. Dat is gewoon een soort bijna 3 uur opname. Voor 16 races, 3 uur bezig, holy. Deze auto heeft ook GTA. Wauw, we spelen ook GTA. Ja, jij stuurt in op mij. Nee, jij stuurt in op mij. Nee, jij op mij. Ik kan staan voor allemaal met me. Oh ja, beuk maar voor lekker. Ja. De enige vrouw in de game wil een relatie met mij. Wat? Ik hoor niet meer. Jongens, de enige vrouw in de game is Power Reboot. Minions! Dus dan moet ik ermee. Moet ik met deze even. Jongens, we hebben minions. Omdat jij mij beukte. Jij me een kusje gaf. En jij nee, zelf faalde. Nee, jij kwam vol op mij in. Jullie vinden gewoon lekker met elkaar te rammen. Gadverdamme. Nee. Nee, dat deed je zelf. Nee. Ik raakte je nog niet eens. Nee. Ik ga er terugkijken, want ik ben aan het opnemen. Binnenkort te zien. Ik weet, hij wil gewoon heel graag een kusje. Oh. Dat ga ik ook met hem. Dat doe je toch echt? Dat deed ik zelf, ja. Ik zag. Dat, wat? Wanneer komt de video online? Ik moest het allemaal nog editen, dus waarschijnlijk komen ze in de loop van de week een keer online. Ik ga mijn best doen om ze. Het komt in ieder geval op een woensdag online. Om 1 uur. Boink. Dat doe je zelf. Nee. Ja. Ik word net afgetikt door jou. Daar kan ik niks aan doen dat mijn auto sterker is dan die jouwe. Het komt gewoon omdat jouw auto is van gehaald. Ja. Hey Mart. My first. Nee, ik ben gewoon de beste. Ja, nee. Want anders zou jij nou dat een GD moeten staan. Maar in ieder geval, jongens, bedankt voor het kijken. Dit was het weer. Tot de volgende keer. En dan misschien weer met dezelfde gasten, misschien weer met andere gasten. We zien het vanzelf wel, hoe het loopt. Bedankt voor het meedoen en tot de volgende keer. Laters!